Borden, borden en nog eens borden. Met maar één duidelijke conclusie. Omdat de gasleiding en riolering vervangen moeten worden, gaat de Mielleknoop dicht voor het verkeer. Via dit kruispunt komen heel veel mensen Utrecht in. De afsluiting betekent dus vertraging. Heel veel vertraging. Ja, en dat kan maar zo oplopen tot een kwartier, 20 minuten. Dat is niks. Dus misschien nog wel langer? Ja, wel langer. Ja. De eerste dagen na de afsluiting verwacht de wethouder de grootste chaos. Maar ook daarna zal het moeilijk worden om vanuit het westen de stad in te komen. Veel mensen gaan nu via de Hoge Weidebrug, maar dat kan straks niet meer. Een alternatief is de noordelijke randweg. Daar zijn ze alleen ook aan het werk en is maar één rijstrook beschikbaar. Blijft over de route via Hooggelegen en het 24 Oktoberplein. Een weg die sowieso al heel druk is en waar nu ook nog eens nieuwe werkzaamheden in voorbereiding zijn. Het advies? Maar wij adviseren iedereen die hier niet in de buurt hoeft te zijn om of de bus te pakken of de fiets. En als het echt niet anders kan, er omheen te rijden. Mensen die in de buurt van de Mielleknoop wonen kunnen nog wel thuiskomen, maar verwachten weinig goeds van volgende week. Nu wordt steeds de situatie gewijzigd. Je merkt dat mensen dan onvoorzichtiger gaan rijden, want ze zijn allemaal dit onverwachte dingen doen. Eén grote puinhoop hier, denk ik. Alles wordt afgesloten, brug gaat dicht. Je kunt geen kant meer op. De werkzaamheden aan de Mielleknoop duren in ieder geval 10 weken. Tot op de A2 zullen automobilisten daar last van hebben. Maar ik heb er helemaal geen zin in, meneer De Weger, zeggen die mensen thuis. En dan, wat zegt u dan? Ja, het is onvermijdelijk. We moeten door die zure appel heen. Dat moet gebeuren, maar daarna wordt het al een stuk mooier.